vandaag gaan deze 8 verschillende kijkers 8 verschillende lavabunkers bouwen. Ze krijgen 1 uur de tijd om deze bunker te bouwen. En daarna moet ik inbreken of ontsnappen. We gaan kijken wie de beste bunker heeft. En we gaan ook voor 5000 likes. Goed, dames en heren. Welkom allemaal weer op dit geweldige platform. Ik zie dat jullie allemaal klaar zijn om hier weer wat leuks te bouwen. Weten jullie het thema al? Nee, hè? Volgens mij hebben jullie het thema nog niet eens verteld. Jullie staan hier wel echt heel trots allemaal. Weet jij ook niet wat het thema is? Nee. Oh, dat vind ik jammer. Dat vind ik heel jammer. Jongens, jullie moeten vandaag wederom een bunker bouwen. En ik weet dat is al vaker geweest. Maar dit keer is het thema lava. Ik wil dat jullie... Wat hoor ik? Er gebeurt, wacht even, ik hoor allemaal wel hitsounds. Ik wil dat jullie allemaal een lava bunker bouwen, waar ik op een bepaalde manier naar binnen moet. En al het hele thema is gewoon lava, oké? Okay? Is dat duidelijk, Vaspo? Ik ga nog een keer naar jou toe. Is dat duidelijk? Ja, helemaal duidelijk. Ja, dat is duidelijk. Ja. Oké, jullie krijgen een uur de tijd. Veel plezier. En dan beginnen we daarna bij de eerste bunker. Goed, Vaspo, we staan hier in jouw nether bunker. Althans, we staan hier denk ik gewoon in de nether zelf. En ik gok dat ik de bunker nog in moet. Nou, de nether is de bunker. Het is de onderwereld, weet je wel. Oh, we zijn in de onderwereld. Nee, ja, duidelijk. Precies. Wat moet ik doen? Een beetje rondzoeken en een beetje... Een beetje rondzoeken. Mijn eigen gang gaan. Er is iemand die hulp nodig heeft. Er is iemand die hulp nodig heeft. Ik ga die iemand helpen. Maak je geen zorgen van. Ja, ik verdwijn. Dit kan ik. Ik zie hier al gelijk een trap naar beneden. Dan heb ik helemaal het gevoel dat ik de bunker in ga. Maar voor ik dat ga doen, zie ik hier op de grond liggen een leeg flesje. Kan ik daar iets mee? Weet ik niet. Ik neem hem even mee. Zit hier iets achter lava? Dat kunnen jullie zien, hè, jongens. Er zit hier een ruimte achter de lava. Daar gaan we zo meteen even kijken. Laten we eerst hier zo naar beneden gaan en kijken wat we hier hebben. Jeetje. Wat is dit? Waar ben ik beland? Oh, zandgod. Ik ben de machtige zandgod en heb beloningen wanneer je mijn opdrachten voltooit. Als eerst wil ik een meteoriet uit mijn baan halen voor zijn grondstoffen. Hiervoor moet je positioneren op MMCXXII-LXI. Zijn dat coördinaten in het Latijns? Dat zijn... Min is dit trouwens. Oh, dit zijn coördinaten in het Latijns. Gadverdikkidori. Dit moet ik helemaal op gaan zoeken. Oké, jongens. Ik heb de coördinaten getranslated en dat komt uit op 2022 en min 61. Kan dat kloppen? Dat kan denk ik niet kloppen, want ik kan niet naar 2022. Dat bestaat niet. Althans... Min 61 bestaat wel. Dus laten we gewoon naar min 61 gaan. En dan over die lijn lopen. Dus dat zou hier... Ik heb het gehaald. De meteoriet is uit zijn baan gehaald. Ik heb het gehaald. Goed zo. Breng het fruit naar mij. De rest mag je houden. Oh jee, jongens. De meteoriet. Hij is neergestort. Breng het fruit naar mij. Welk fruit? Waar heb je het over? Laten we het vuur even uitslaan hier. Misschien dat ik dan een barrel of iets kan vinden. Of moet ik het stuk hakken? Ik ga het gewoon stuk hakken. Misschien dat het is. Oh, ik heb het fruit. Hier, laat maar. Heb ik dat de hele tijd al? Had ik dat gewoon niet gezien? Ik moet het fruit naar de zandgod brengen. Komt-ie. Hallo zandgod, bij deze het fruit. Toppie woppie. Hier is je sprongdrankje. Gebruik hem verstandig. Je moet namelijk ook een totem naar me toe brengen. Ik heb dit nodig om deze wereld onder lava te zetten om mijn vloek te doorbreken. De totem vind je nu achter de hitte. Brouw hier een drankje voor. Ah, oké, jongens. Zandgodsap. Jump boost. Oké, laten we even kijken of we een ding eens kunnen vinden. Oké, jongens. Ik moet dus een potion of fire resistance maken. En dan kan ik daarmee waarschijnlijk hier doorheen... en dan kunnen we achter deze watervallavafalmuur, daar heb ik nooit over nagedacht dat je het op die manier moet doen. Maar wat ik denk dat ik moet doen, is de zandgodsap, de jump boost moet nemen, daarop moet springen, dan via de vines, zeg maar, moet swingen naar de andere kant. En dan ben ik boven op de fortress, dus laten we dat even proberen. Hier komt die 1, 2, hoppakee, zo, dan kunnen we hier nu opspringen. Dan, oeh, daar is een button, maar daar kan ik niet heen, want er zitten daar, zo te zien, barriers. Dus laten we op de vine springen. Oh, dat is heel moeilijk. Door mijn jump boost is dat heel moeilijk, jongens. Wacht even. Maar dit ga ik halen. Oh, mijn jump boost is weg. Oké, daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Komt-ie. Nee! Oh, dat sprongetje is moeilijker dan je denkt. Oké, daar komt-ie, jongens. Komt-ie nog een keer. Niks aan de hand. Laten we vanaf hier springen. Oh, ik dacht dat ik hem had, maar ik moet shifting houden. Dat is het met die vier lianen, jongens. Als je er eenmaal in hangt, moet je shift inhouden. Anders blijf je er niet in plakken, als het ware. Dus spring, shift. En dat gaat helemaal fout. Komt-ie, nog een keer. Dit kan ik. Oh, waarom haal ik het dan niet? Gewoon in de liaan springen. Zo simpel is het. Gewoon. Waarom haal ik het niet? Ja, ik heb hem. Oké, ik heb hem. Komt-ie, jongens. Ja, oké, let's go. Oké, dan is hier een kist. En ik gok dat daar... Oh, dat het hier wel meer in zou zitten voor een brewing stand. Maar blijkbaar niet.
Wat heb ik hier? Hittedrankje bij Vaspa. Oh, daar gaan we. Benodigdheden. Glaswater, rode kruiden, magma room. Magma room? Brouwer en brandstof. Doe je niet de magma cream? Dat zal... Misschien heb ik al de magma room nodig. We hebben hier de netherwart, magma cream, blaze powder en blaze rot. We hebben hout. Daar kunnen we een crafting table mee maken. Oh, en als ik dan cobblestone heb, wat ik hier net die pickaxe... Ah, ik snap hem, jongens. Kijk, hier naar beneden zo. Dan gaan we hierheen. Dan kan ik dit hakken en dan kan ik daarvan mijn brewing stand maken. Ik snap hem al. Let op, hè. Dan maak ik mijn brewing stand zo. Wat heb ik nog meer nodig? Brouwer, die heb ik nu. Brandstof heb ik ook. Dan heb ik wel water nodig. En water? Ja, jongens. Kijk, 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 kijk. Ik weet dat de zandgod hier water had. Hoppakee. Zo, de zandgod had water. Laten we dan eerst een awkward potion maken. Want dat moet 100%. Zo. Een awkward potion maken was eerst. En dan de magma room. Bedoel je magma room? Oh, je hebt het waarschijnlijk op Nederlands staan. Magma room. Waarschijnlijk is dit in het Nederlands magma room. Dat gok ik. Maar het is magma, magma room. Oké, laten we de magma room erop doen. Ik denk dat dat de bedoeling is, jongens. De magma cream. Magma room las ik. Ging automatisch Engels, omdat al mijn items staan Engels. En dan krijgen we een hittedrankje, jongens, voor de zandgod. Dit ga ik regelen, zandgod. Maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen, jongen. Dan kunnen we met deze potions kunnen we hier naar achter zwemmen. Kijk, dan hebben we twee keer een potion. Dan gaan we de eerste nemen. Dan gaan we door de waterval. Zo. Of de waterval, de lavaval. Oeh, de totem. Die had hij nodig. Was ik al helemaal vergeten dat hij een totem nodig had. Dat was ik al eventjes helemaal vergeten. Oké, meneer de zandgod. Ik heb hier jouw totem of undying. Hoppakee. Toppie woppie. Het laatste wat je moet doen is op het bovenste eiland komen. En alle vier de lavakernen raken. Waarmee? Ik heb hier in ieder geval nog een keer zandgodsap gekregen. Dus dan, dat zijn de kernen. Moet ik die gewoon raken met mijn hand? Gewoon zo? Of wat bedoel je raken? Waarmee moet ik ze raken? Oh, wacht eens even. Wacht eens even. Als ik nou daarop ga springen, hierop. Kijk, kan ik dat halen, dit sprongetje? Hier. Oh, jeetje, dat kan ik zeker halen. Dan hierin zit een bow en allemaal arrows. Ah, jongens, komt-ie. Laten we dit even netjes doen. Daar komt-ie. De kernen. Kern 1 is die knop daar. Hoppakee. Kern 1 is geraakt. Oh, en ik ga de wereld onder lava zetten. Nu snap ik hem. De wereld wordt onder lava gezet, jongens. En alles wat ik raak zorgt ervoor dat de lava bunker gewoon helemaal compleet is. Komt-ie. 3. Waar is nummer 4? En daar is nummer 4. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Button nummer 4. Bonk, hoppakee. Dankjewel, Walnut. Je hebt mijn ziel bevrijd. Doei. Maar de lava is niet gevallen. De lava is niet gevallen. Wacht, meneer de zandgod. Kom terug. Kom terug, meneer zandgod. Je laatste ding is, die wil niet afgaan. Maar je ziel is bevrijd. Oh, kijk dit nou hier beneden, jongens. Kijk dit nou hier beneden. Alles is onder de lava en ik heb de ziel van de zandgod bevrijd. De lava bunker is volgens mij compleet. Heb ik hem gehaald? Je hebt hem bevrijd. Dus, ik heb hem bevrijd. De zandgod is eindelijk vrij. Ja, na al die jaren. Na al die jaren strijden is de zandgod vrij. Ik vond het een leuke bunker dit. Ja, het was een hele leuke bunker. Het was inderdaad... Ik vond het zelf ook wel leuk. Maar ja... Goed zo. Ja. Goed zo. Oké, jongens, laten wij doorgaan naar de volgende lava bunker. Goed, we zijn in de lava bunker map van René aangekomen. Maar René, heb je het onderwerp begrepen? Ja, je hebt het begrepen. Oké, we zijn hier in de kattenwereld en René kan niet praten op het moment. Dus we hebben hier talk ratio. Leg eens uit. Oké, okay, René heeft een boekje voor jou geschreven. Wat heeft René hier gedaan? Yes. Oké, welkom in de poesentuin. Deze arme poesel heeft wat verkeerd gegeten en wat last van brandend maagzuur. Alleen jij kan hem helpen. Vind uit wat deze kat gegeten heeft en zorg dat je het item weghaalt. Oh. Deze kat kan een beetje lastig zijn. Je moet zelf maar even uitvinden hoe je binnenkomt. Veel succes. Oké, okay, nou dankjewel. Ik ga het helemaal regelen. Dus de, jongens, de map van René dit. De talk ratio, je mag weer vandoor gaan. Dit was jouw... Okay. Doei. Nou, René... Oh, René gaat er ook vandoor, denk ik, of niet? René, ik ga je kat met brandend maagzuur redden. Maak je geen zorgen. Jongens... Dat betekent dus de lava bunker. Waarschijnlijk betekent de maag van deze kat is de lava bunker, de poeseltuin. We moeten kijken hoe we naar binnen gaan. Dat is, moet ik op mijn eigen manier moet ik dat bedenken. We hebben hier allemaal katten. We hebben hier, oké, dat is heel leuk, jongens. Hier, weet je wat? Jij krijgt een visje. Hoppakee, die is voor jou. Het visje. Komt-ie. We gaan even kijken hoe we hier naar binnen gaan. Ik denk dat ik namelijk moet parcouren de boom in. Dat is het eerste wat ik kan vinden namelijk. Oh, we hebben daar een hele wijze kat in de boom. Even kijken hier omhoog. Hier is nog een kat in de boom. Dan moet ik denk ik hierheen parcouren. Hoe kom ik in de kat? Dat is een hele goede vraag. Via zijn hoofd of zo? Nee. Parcouren naar die boom daar. Oh, wacht hier. Kijk, hier zit gewoon iets trouwens. Wat deed ik moeilijk? Hier zit gewoon iets. Hier. Oh, nee, maar hier kom ik niet in. Nee, nu ben ik voor niks naar beneden gesprongen. Hoe kom ik in de kat? Hoe kom ik in de kat? Ik moet ze brandend maagzuur redden, jongens.
Het is een noodgeval dit. Een kat met brandend maaszuur. Zo'n heel origineel verhaal dit, moet ik zeggen. Waar is de ingang? Hele goede vraag. Parcouren naar de andere kant van de boom, ja. En dan, niet hierheen. De kat, waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Hier op de kat dan misschien? Dan toch? Hè? Het is... Oh, wacht. Hier ben ik nog niet geweest. Ik ben echt voor mijn leven aan het zoeken, jongens. En ik gok dat ik ergens een knop of een hendel moet vinden. Iets wat mij hieruit kan brengen. Of hieruit. Naar binnen. Ik moet überhaupt nog naar binnen en ik kan het al niet vinden. Hier. Ja. Een concrete breker, jongens. We hebben hem. De concrete breker. Oké, maar welke concrete mag ik hiermee breken? Er is meerdere soorten concrete hier. Kan ik gewoon de kat zelf slopen nu? Zijn neus? Op zijn hoofdje? Oké, jongens, de concrete breker. Maar er zijn meerdere blokken hierop. Dus ik gok dan hier. En dan gaan we welkom in de mond van de kat. Hop, hop. De slokdarm in. Oh, nee. Moet ik de slokdarm in? Oké, ik plaats het wel terug, dit blokje hier. Jongens, we zitten in de mond. Dit zijn zijn tandjes. Dit is de tong. Oh, dat vind ik leuk gedaan. En dit is zijn strot gewoon letterlijk. Of zijn huig. Sorry, dit is zijn huig. Daar gaan we, jongens. Oh, jeetje. Ik snap het. Ik zie het al. De kat heeft inderdaad heel erg last van brandend maagzuur. Ga pas door als de lunch van het begin tot het eind is gekomen. Oh, joh, kip. Kom op. Kippetje. Volg je mij of zo? Wat is dit? Oh, hier, kijk. Hier zijn seeds. Hier zijn seeds, jongens. Kom op, kippetje. Je bent de lunch van de kat. Kom maar hierheen. Moet ik het droppen? Is dat het? Kippetje. Kom. Ja, goed zo. Hij heeft mijn aandacht. Ik heb zijn aandacht, bedoel ik. Kom maar. Kom maar. Je bent lunch van de kat. Ik moet je heel even doorbrengen door de dinges. En nu erdoor. En nu erdoor. Doorrennen. Doorrennen, jong. Nee. Terugkomen. Nee. Kip. Kom nou gewoon hierheen. Je moet gewoon hier erin. Heel simpel. Gewoon erdoor. 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 Ik haat die kip echt. Kijk, hij rent weg. Hij rent weer weg. Meneer de kip, jij bent de lunch van de kat. Ik ben aan het zorgen dat de lunch van de kat op zijn plek komt. De kat heeft honger en last van brandend maag. Ik zie waarom. Er is overal lava in deze bunker. Kom maar, erin. 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 Kom op. Doorlopen, jongen. Doorlopen. Ja! Oké, dat vind ik goed genoeg. Dat vind ik goed genoeg. Hij heeft eten gehad, jongens. Auw. Oké, laten we doorgaan door de slokdarm van... Of zijn we nu in de darmen? We zijn nu volgens mij gewoon in het darmstelsel. Jeetje. Oké, jongens. Ik zie echt... Ik snap waarom die kat zo last heeft van brandend maagzuur. Overal is lava en weet ik wat allemaal. Even kijken, hoor. Zo, hierheen. Ah! Oh, hier is lava. Daar gaan we niet in. Oppassen. Hoe ga ik het oplossen, trouwens? Hoe ga ik oplossen dat die kat... Oh! Kijk, daar zijn we al. Jeetje. Wat heeft die kat een grote maag? Wat heeft die kat een grote maag? Oké, hier is een pressure plate. Ik denk dat dat gewoon details zijn. Oké, ik moet een hendel vinden voor een ijzerblok, jongens. Een hendel voor een ijzerblok. Dat is daar. Een huisje. Hij heeft gewoon een huisje in zijn buik. Oké. Hier allemaal gekke dingen. Boekjes. Zitten er speciale boekjes in, toevallig? Nee. Een barrel en nog een barrel. En een kist onder een kist. En misschien een kist onder een kist onder een kist. Ja! Een kist onder een kist onder een kist. Een iron door, jongens. We hebben hem. We hebben hem al gelijk. Ik ga die kat gewoon helemaal redden. Ik wil wel nog even op het dak kijken hier of ik iets kan vinden. Ik denk het niet. Nee. Oké. Okay. Hier is ook nog een goldblok. Oh nee, dat maakt niet uit. Goldbloks heb je overal. Oké, okay, laten we gelijk doorgaan, jongens. Gelijk doorgaan. Mooie ruimte dit. Ziet er leuk uit. Dan klikken we zo hierop. Ga je dood, zwem dan terug. Oké, okay, fire assistance. Doodgaan doen we niet aan, jongens. Komt-ie. Huh? Wat moet ik doen? Ik moet hem nemen en dan hoe moet ik parcouren of zo? Ga je dood, zwem dan terug. Ik ga gewoon de potion nemen. Het zal wel. Zo, en dan nu. Waar begint het parcours? Oh god, ik ga wel gewoon even zwemmen. Ik ga wel gewoon even zwemmen. Oké. Okay. Is er iets in de lava hier? Weet je, daar komen we zo op. Laten we eerst even proberen te parcouren. Maar waar begint het parcours? Aan de andere kant of zo? Is dat het? Er is nergens een begin van het parcours. Letterlijk nergens. Er is nergens een blok waar ik op moet beginnen. Onzichtbaar misschien? Ah, onzichtbare blokken. Ah, kijk jongens. Onzichtbare blokjes. Daar hebben we wat aan. Daar komt hij. Zo, en dan? Zijn er nog meer onzichtbare blokken? Ja, hier is een onzichtbaar blok. Oké. Okay. Dan hier is een onzichtbaar blok. Dan kunnen we doorparcouren. Oké, okay, ik denk niet dat ik hierop hoef. Ik denk dat ik gewoon... Oké, hier is een onzichtbaar blok. Hierheen. Ja, hierheen. En dan zijn er onzichtbaar... Hier is een onzichtbaar blok. Dan is daar een onzichtbaar... Nee, daar kan ik heen springen. Ik denk dat dat moet. Hier is nog een onzichtbaar blok. Dan hierheen. Oké, okay, en dan? En dan? Wat nu? Wat nu? Hierop misschien? Zodat het... Ik ga het gewoon proberen. Erop, op de deur. En dan... Er is niks hier. Er is niks. Ik heb het gehaald. Maar wat? Maar wat nu? Er is nergens een barrel. Er is nergens een shulkerbox of zo. Laten we even teruggaan. Maar dat kan niet meer. Oh, dat kan niet meer. Oh, oh, ik sprong op een onzichtbaar blok overwegen. Oké, okay, jongens. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Het parcours is niet al te moeilijk. Ah, rode deur. Ah, halverwege het parcours, jongens, was er iets. Ik had het parcours gehaald. Maar halverwege het parcours was gewoon iets. En nu hebben we hem. Nu hebben we hem. Oh.
blaas oppie. Natuurlijk, jongens. Een pufferfish. Dat zorgt natuurlijk voor het brandend maagzuur. Laten we... Of nou, trouwens, misschien is dat wel de oplossing. Waarom zit er een blaasoppie in zijn maag? Voor de mensen die het niet snappen, jongens, een blaasoppie is de Zuid-Afrikaanse benaming van een pufferfish. En dat is een hele leuke naam voor een of andere reden. Oké, daar gaan we. We zijn er. Nu snel zorgen dat je hem mee naar buiten neemt. Ah, kijk jongens. De blaasoppie was het brandend maagzuur, want die prikte in zijn maag. Ik dacht dat het de lava zou zijn, maar dat was niet de lava. Daar gaan we. Terug omhoog. We hebben hem gered. We hebben de kat gered. Nee, maar ben je, oh, daar ben je. Was dit goed? Was de blaasoppie het brandend maagzuur? Ja, hè? Oh, dat vond ik heel leuk. Dat vond ik serieus een hele leuke map. Gewoon katten. En ik moest een brand... Ik vond het goed. Ik vond het leuk. Ik heb een boekje nog. Wat is dit? Yes, de kat is genezen. Goed gedaan. Geef alle een kat een eye over hun bolletje. Bedankt voor je hulp. Oké, nou weet je, ik ga alle... Terwijl ik alle katten een eye over hun bol geef, gaan jullie vast kijken naar de volgende lavabunker. Goed, ik sta hier nu in de lavabunker van David. David, wat is hier allemaal gaande, hè, jongen? Jemig. Nou, er is echt heel veel gaande. Maar, ja? Hetgene waar jou op moet letten is... hieruit komen. Oké, ik moet ontsnappen. Zonder hier dood te gaan. Zonder dood te gaan? Ja, maar ja. Weet je hoeveel lava er is hier? Ik ga gefrituurd worden. Oeh, ik zie een hopper al. Ik ga dit wel redden. Komt helemaal goed, oké? Ja, nou, veel succes. Vertrouw me maar. Dankjewel. Dankjewel, komt goed. Oké, ik moet ontsnappen. Rode netherrack. Ik gok dat dat betekent dat ik die hier op de rode redstone mag plaatsen. Gok het wel. Ik denk het wel. Ik ga het gewoon gelijk doen. We maken het mezelf makkelijk door hem hier te plaatsen en dan sprongetje door te halen. Oké. Dan gok ik dat... Ik weet niet wat ik moet doen. Ik dacht dat ik het had, maar nu weet ik het dan niet meer. Oké, ik denk dat hier ergens in de lava een barrel of een kist verstopt zit. Even kijken er doorheen. Oké, er zit daar iets verstopt. Oh, oké, een boog en arrows. Oké, dan moet ik waarschijnlijk ergens op een target schieten. Daar. 1, 2, hoppakee. Zo, op de target. En dan? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Ik heb de target geraakt. En nu? Volgens mij is daar iets open gegaan. Ik weet het niet. Ik ga nog een keer op de target schieten. Zo. Is er iets gebeurd? Ik denk het, maar ik weet niet wat. Oké, ik ga kijken of ik nog wat in de lava kan vinden. Is er nog meer in de lava? Ik denk het niet, hè. Ik denk dat dit het wel was. Ja, wat moet ik doen dan? Over de lava heen? Over de lava heen springen. Natuurlijk! Hoppakee! Daar zijn we, jongens. We hebben de target geraakt. Is er dan ook iets open? Hier moet ik zo meteen in. Kan ik hier parcouren of zo? Even kijken. Wat heb ik gedaan? Ik heb dat ding gedaan. Moet ik ze alle vier op de target hitten? Is dat het? Alle vier de pijlen. Vier. Zo, hoppakee. Ik heb ze alle vier nu geraakt. Ik gok dat er nog wat in de lava hier verstopt zit onder de grond, zo. Dus laten we even overal klikken tot misschien ik iets open of zo. Even kijken. Ah, ik krijg damage. Oh, wacht jongens, ik ken dit. Ik moet damage krijgen door de lava en dan kan je zo'n sprongetje kan je net halen. Ja, kijk nou. Ik snap Minecraft wel. Ik snap Minecraft. Als je damage krijgt door vuur, dan krijg je net dat ene hitje. Waardoor je een soort, ja, net een paar pixels hoger kan springen dan normaal. En dan kan je daarop... Het is geweldig. Ik weet niet of dit de bedoeling was, maar ik denk het wel. Oké, komt-ie. Ja, wat bedoel... Ja, gehaald. Dan hebben we hier een gouden hendel. Ik ga gelijk hier even heen springen. Dat was niet de bedoeling, oké. Dan gaan we hierheen. Zo. Oh, en dan kunnen we dit voortaan gewoon halen. Kijk, nu kunnen we voortaan hier gewoon naar binnen. Ik weet niet waarom, maar... Oh, dat hebben we net niet gehaald. Kijk, dat is mooi. Nu kunnen we gewoon telkens via die kooi hier naar binnen. Kunnen we hierheen, zo. En dan hierheen. Ja. En dan? Waar zijn we nu beland? Wat heb ik hier aan? Wat heb ik hier aan? Ik ben hier nu. Maar er is hier niks. Er is hier niks voor mij te doen. Als ik nog een keer hierop richt. Zo. Er is hier helemaal niks. Wat heb ik hier te doen? Huh? Wacht even hoor. Nu ben ik even in de war. Nu ben ik heel eventjes in de war. Wat voor nuttigs is hier voor mij te vinden? Als ik hierop parcours weer. Oh, daarboven. Nee, daarboven zat niks. Ik mag niks slopen. Ga ik vanuit? Hè? Ik... Ik snap er niks van, jongens. Het ging tot nu toe heel soepel allemaal. En nu niet meer. Het ging van soepel naar niet zo soepel. Laten we gewoon overal even goed kijken of wij dingetjes kunnen vinden. Waar dingen misschien verstopt zitten. Oh, moeilijk. Ik wil weer naar het platformpje daarboven, jongens. Ja, we zijn er weer. Oh, wat gebeurt er? Oh, dat gebeurt... Oh, ik viel in één keer in een platform. Wow. Oké, we zijn in ieder geval door. We hebben hier sneeuwballen. Dan moet ik denk ik op die targets daar raken. Ja, dan gaat er iets open. Oh, dit is leuk. Dit vind ik leuk, jongens. Dit vind ik heel leuk. Moet ik daar weer op een target raken? Kijk, komt er weer een platformpje voor me vrij? Dan, ik ga nog een keer op de target daar raken. Oké, dat doet niks. Dan moeten we hier gewoon parcouren. Oh, we zijn ineens in de wolken, jongens. We zijn ineens in de wolken. Hierheen, door parcouren. Dan is... Oh, ik vlieg! Ik,
ding, wat gebeurt er? Je hebt het gehaald! We hebben het gehaald, jongens! Wacht, ik vlieg nog even door. Oh, ik ben er. We hebben het gehaald! David, ik zie je wel staan met je blokje in je handen. Daar ben je. Ik vond het leuk. Ik vond het echt heel leuk. Het was helemaal even verwarrend op een gegeven moment dat ik daar beneden was geland. Maar ik moest gewoon op het blokje staan. Toen zakte die weg. En toen kwam ik in één keer uit de lava en in de vrolijke wolken terecht. Ik vond het leuk. Was een goede map dit. Nou, jongens, laten wij dan nu doorgaan naar de volgende lava bunker. Goed, we staan hier bij de lava bunker van Joris. Joris, wat moet ik verwachten hier? Ja, dit is mijn kasteel, zoals je ziet. En jouw doel is om hier in te breken, de Totem of Undying mee te nemen en ook weer uit te breken. Oké, dus inbreken, een Totem of Undying stelen en dan vervolgens weer veilig buiten komen zonder dood te gaan door de lava. Ja, dat is wel het plan. Oké, dat gaat helemaal goed komen. Nou, daar ga ik. Hij is zo te zien 5 sterren door Patrick gegeven. Dat is wel heel leuk. Laat ik op zijn minst beginnen met maar ik kan helemaal niet verder parcouren. Want ik moet iets voor die goldblokken hier vinden. Ah, dus jongens, laten we even kijken. Of ik zie daar al een kist. Kijk, die is leeg. Oké. Dan zie ik daar een barrel. Daar zit een splash potion of fire resistance. Dat ga ik zeker nodig hebben voor deze lava bunker. Hier hebben we een lege barrel. En dan hier hebben we een gouden ladder, jongens. Het is geweldig. Die kunnen we hier plaatsen. En dan zouden we letterlijk al gewoon zo omhoog kunnen parcouren. Hoppa. Ik denk dat ik er eigenlijk nog geen nodig had voor die. Alleen, ik ben al binnen. Oké. Ik denk dat ik nu het patroon van hierboven moet volgen. Dus dan even kijken. Dan kunnen we er niet afvallen. Anders val ik namelijk in de lava. Ik weet dat ik een potion heb, maar ik wil het in principe zonder de potion doen. En ik moet... Waar moet ik heen? Er zit daar... Daar is een goudblok. Wat moet ik doen? Waar moet ik heen? Hier is de ladder. Moet ik gewoon met de ladder naar... Nee! Wacht. Fire resistance. Oké. We hebben fire resistance genomen. We gaan gewoon kijken, jongens. We gaan gewoon kijken. Hier, we gaan zwemmen. We gaan nu gewoon door de lava zwemmen. Oh! Ik zie al wat ik moet doen. Dit is dus niet de goede route. Misschien is dit de goede route hier. Nee. Waar is dan de goede route? Oh, daarheen. Helemaal daarheen. Ik zie het al. En dan hier er doorheen. Kijk, hier er doorheen. Ja! Hier er doorheen. Hoppakee. Drink deze voordat je verder gaat. Oké, milk bucket. Ah, ik mag namelijk niet meer. De lava mag me niet meer resisten als daar. Dat klinkt heel stom. Laten we kijken. We gaan naar beneden. Hoppakee. Dan zijn we hier in de nieuwe ruimte aangekomen. Wat vinden we hier? De Totem of Undying, jongens. We hebben hem. Maar nu moet ik nog ontsnappen. Nu moet ik nog ontsnappen. Is dat hier gewoon? Simpel de ontsnapping? Zijn we uit de lava bunker? Nee, het is een lege barrel. Oh, een dolf. Een donker dolf. Oh, nee, jongens. Ik heb altijd een hekel aan een donker dolf. Hier omhoog. Hier is Nick. Oh, jawel. Hierheen. Dan hierheen weer naar beneden. Hier kom ik volgens mij vandaan. Het is niet goed wat ik hier doe. Hierheen. Nee, ook niet. Oh, nee. Een donker dolf, jongens. Dat is altijd zo moeilijk. Dat is altijd zo vervelend. Ik moet ook goed de barrels checken. Hier naar rechts. Dan hierheen. Deze barrel hier. Misschien hierheen. Deze is ook leeg. Hierheen. Dit is het sowieso. Dit is het sowieso. Hier weer naar beneden. En dan... Oh nee, daar komen we bij bedrock uit. Hè? Ik zie niks. Ik dacht dat ik goed ging. Maar ik ga uiteindelijk niet goed. Moet ik wel in dit dolhof terechtkomen? Is er niet hier gewoon een andere geheime uitgang? Is hier niet gewoon stiekem... Nee, er is niet stiekem een andere uitgang. Als ik dit hier misschien dicht doe... Nee. Dan moet ik wel hierin. Jongens. Oh! Wacht, er zit hier een barrel met splash potions. Wacht. En dan kan ik eruit zwemmen. Oké. Wacht, nu gaan we terug. Ik heb er 2. Ik denk dat dat wel genoeg is. Dan moeten we terug hierheen. Dan kan ik er denk ik nu gewoon uitzwemmen, zou je zeggen, toch? Als ik nu gewoon dit doe hier, zo ponk, hoppakee. En dan hier erin ga. Dan kan ik naar boven zwemmen. En dan... Oh nee, wacht, nee. Ik moet een goede plek vinden. Hier, dit is het. Dit is 100%. Oh. XASD, maar ik denk niet... Oh, oké. Wacht, ben ik er? Nee, dit is het niet. Dit is het niet! Ik moet de goede uitgang nog even vinden, jongens. We zijn druk aan het zwemmen. Hier staan ook weer allemaal letters op, maar ik denk dat dat niet echt iets betekent, al die letters. Oh, hier! Dit is het. Ja, we kunnen omhoog. Oh, het is een lavadolf. Dit... Oh, ben ik ontsnapt? Ik ben ontsnapt! En ik heb de Totem of Undying! Jazeker. Oh, nou... Ik ben helemaal blij. Ik vond het leuk. We hebben een Totem of Undying. Ik ben ontsnapt uit jouw lava bunker. En ik weet wat ik met je totem doe? Gooi hem naar beneden. Ik hoef hem niet eens. Ja. Laten we snel doorgaan naar de volgende bunker. Goed, we staan hier nu bij de lava bunker van Anne. En ik stond al bijna in de lava. Wat moet ik doen? Wat is de bedoeling? Ik heb hier een kelder. Of een bunker. Ja? En daar heb ik wat geld neergelegd. Maar ik kom er niet meer bij. Dus ik ben specialist. Lukt jou dat wel, ja. Ja, ik ben specialist. Maak je geen zorgen. Jij maar lekker in je kersttrui bij de lava. Je bent helemaal verkeerd gekleed, zie ik al voor de situatie. Een beetje warm toch wel. Ja, oké. Nee, ik ga je geld wel terughalen. Geen zorgen. Oh, het is als ik er eenmaal inspring, kom ik er niet meer uit. Vast wel.
Oké, nou dankjewel, komt helemaal goed. Dan gaan we jongens in de lava bunker. Oh, ik ben bijna dood. Lava bunker van Anne. En ik moet hier het geld zien, nou niet zien te stelen, terug zien te halen voor haar. Want dat kan ze zelf. Oh jee, mijn gee. Oh jeetje, het is een parcours. Het is een parcours jongens, ik zie het al. Oh nee, dit gaat helemaal fout. Dit gaat helemaal fout. Dan gaan we jongens. Oh, ik spring al bijna erover. Nee, de eerste sprong. Hoe kan de eerste sprong nou al fout? Oh, maar ik ben echt gewoon heel slecht hierin. Niks aan de hand, jongens. Niks aan de hand. Oeh, ik had hem. Ik had hem duidelijk, maar ik spring tegen dat blokje daarboven. Oké, dit is goed. Dit is goed. Niks aan de hand. Oh, dit sprongetje is heel venijnig. Ja, gaat goed, jongens. Gaat goed. Ja, maar doe. Ik had hem. Daar is het geld. Ik had hem. Ik had hem. Was dit de bedoeling? Misschien stiekem toch dat ik hierheen moest springen? Denk het niet, hè. Ik denk het niet. Nee. Ah, nu moet ik doodgaan. Wacht, misschien kan ik erop. Als ik snel genoeg ben. Ik ben niet snel genoeg. Poging 4, jongens. Of 5. Wat is het? Oké. Slechte poging. Niks aan de hand, jongens. Niks aan de hand. Komt helemaal goed. In één keer door. Ja. Oh, we hebben hem. Oh, oké. We hebben het goud hier. Maar ik kan niks bij het goud. Mis ik een pickaxe of zo? Wat is dit? Ik denk dat ik een pickaxe mis. Meen je dat? Zeg maar niet... Oh, hallo? Je bent erbij gekomen. Oh, dit was het? Ja. Ik had verwacht dat ik het nog moest hakken. Dit was het ook gewoon. Een lekker parcoursje. Nou, ik moet wel zeggen, het ziet er wel goed uit. Je hebt wel echt gewoon naar de aesthetics gekeken. En het is een goed parcours naar het goud. Je had gedacht dat ik het parcours langer over zou doen. Ja, eigenlijk wel. Ik denk, ik moet het nog hakken. Ik heb een kist gemist of zo. Maar geen probleem, ik heb je goud hier voor je. Dit heb ik helemaal voor jou gehaald. Ja, dankjewel. Ja, hè? Nee, dit was goed. Dit was perfect. En dan weet je wat ik dan nu ga doen? Ik ga gewoon door naar de volgende bunker, jongens. Goed, ik sta hier nu in de bunker. In de lava bunker van Luke. Het is Lava Wereld Luke. Daar staat je naam voor. Zeker. Bij deze. Bij zeker. Deze. Waar ben ik? Onder de grond. Onder de grond. En de bedoeling is dat ik ontsnap, denk ik. Ja. Oh, jouw bedoeling ik vind is het heel spannend. Niet gefrituurd uit te komen. Niet gefrituurd uit te komen. Oké, dat gaat helemaal goed. Ik ga mijn uiterste best doen. Ik zie nu al dat ik hier moet gaan parcouren. Doe ik het goed? Ja. Heel veel succes. Nou, dankjewel. Komt helemaal. Kijk, er staat ook een bordje daar. Veel succes. En je zegt het ook nog. Ik vind het leuk. We gaan het zien. Nee, ik ben een beetje gefrituurd. Oké, wacht. Naar de overkant, jongens. Niks aan de hand. Huh? Wat is dat? Zoek. Goed. Wat staat er? Goed. Ah, nee! Ik ben dood. Nou, veel succes. Oh, ja, dankjewel. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Daar gaan we, jongens. We gaan het halen. Ik had net al bijna gehaald, maar nu gaan we het gewoon halen. Hier moet ik niet frituren. Dat zei hij nog. Ik ga wel dood. De bedoeling is dat ik uit deze bunker ontsnap zonder gefrituurd te worden. En dat is nog soms wel heel moeilijk, jongens. Daar verbaas je jullie hier nog over. Deze video zal ik heel veel gefrituurd worden. Nee, door lava. Kom op. Ja, ja. Oké, dit is helemaal prima. Ik zou dat sprongetje daar kunnen halen. Ik weet het zeker. Wacht even tot we niet meer branden. Ja. Oké. Dan zie ik daar. Hoop dat je je zwembroek mee hebt. Oh, ik moet gaan zwemmen. Oh jee, ik moet gaan zwemmen door de lava. Oh, dat sprongetje, dat meen je. Moet ik dit sprongetje halen? Moet dat van daar naar daar? Kijk, hier staat ook nog een bordje. Zoek goed in de lava. Ja, dat wil ik doen. Alleen, daar wil ik wel even die potion voor hebben. Dat is het hele ding. Dus wat ik ga doen, jongens, is even kijken. Moet ik daarheen springen? Nee, oké, dat gaat fout. Nee. Dit hele gedeelte hier weer op... Ah, hoe kan dat? Oké, zijn we weer. Even denken, hoe ga ik dit doen? Gewoon dit sprongetje hier, dat is niet te halen. Want nu kan ik wel die... Ja, ik heb hem opengezet. Oké, jongens, er is hierboven nu een trapdoor verschenen. Waardoor ik misschien dit sprongetje kan... Ik denk dat ik dit sprongetje kan halen. Of die was er al, maar ik heb hem gewoon gemist. Nee. Oh. Ja, oké, we hebben hem. We hebben hem, jongens. Succes met zwemmen. Nou, dan laten we eerst even terugspringen. Dan doen we dit ding hier. Gaan we eerst hierin zwemmen. Ik heb 8 minuten, heb ik dit ding. Oh, moet ik nou echt helemaal... Weet je hoeveel lava dit is? Wat moet ik überhaupt zoeken? Er is niet eens verteld wat ik moet zoeken. Misschien moet ik wel helemaal niks zoeken. Ik denk dat ik iets moet zoeken. Maar ik weet niet wat. Ik gok een... Oh, een lever, jongens. Kelp! Luke is altijd van de kelp. Dat is gewoon de handtekening van Luke als hij meedoet met dit soort video's. Het gaat altijd om kelp. Het is weer terug, de kelpman. Oké. Ik denk dat ik het gewoon heb, jongens. Ik denk dat dit het was. En dan ga ik ook nog even hier beneden in de lava kijken. Want daar stond nog die hendel. Of die hendel, wat zeg ik nou? Die sign. Zoek goed in de lava. Hier wil ik ook nog even in de lava kijken. Ik bedoel, ik heb toch nog 6 minuten de tijd. Hier misschien. Is hier iets te vinden?
Ik denk dat hier niks... Nee, hier is helemaal niks te vinden. Ik ben letterlijk voor saus in de lava gesprongen hier. Dat heb ik gewoon voor jullie over, hè, jongens. Gewoon de lava. Oké, zo. Hoppakee, hierheen. Dan heb ik hier de hendel. Zo, die halen we over. Dan... Ja, nee. Dit moet helemaal goed komen, jongens. Dit kan niet fout gaan. Ja, dan zijn we hier. En dan, blijf vooruit lopen als je je pearl gebruikt. Je pearl? Welke pearl? Ik heb helemaal geen ender pearl. Oh mijn god, ik moet nog meer zoeken, jongens. Ik heb blijkbaar nog niet alles gevonden. Blijkbaar moet ik nog een ender pearl vinden. Misschien is die toch wel beneden in de lava, die ender pearl. Ik gok het. Want er staat daar niet voor niks een bordje. Dat die misschien hier ergens, zeg maar, op de bodem te verschuild zit of zo? Denk het. Een barrel of een kist of zo. Eén van de twee. Moet wel. Hè? Toch niet? Zoek goed in de lava. Heb ik gedaan. Er is hier beneden niks. En ik moet nog een ender pearl hebben. Misschien zit hij toch in het grote zwembad hierboven. Oké, laten we nog heel even in het water. In de lava hier kijken. Een ender pearl. Oh, misschien zit er een kist onder de kist. Nee, niet. Oh, dat had een goeie geweest. Ik dacht een kist onder de kist. Hallo? Ik wil nog ergens een ender pearl graag krijgen. Maar die zit blijkbaar ergens verstopt. Alleen ik weet niet waar. Ik heb overal gekeken, jongens. En nergens is het te vinden. Maar wat ik wel nu heb gezien, is dat er hier in de hoeken en de muurtjes wel dingen zitten. Zoals daar. Daar zitten gaten met iets. Alleen daar kom ik niet bij. Net niet of net wel. Kijk, daar zit iets, zie je? Dat is een minecart. Kan ik daarbij komen? Hoe kom ik daar? Daar kan ik niet bij komen. Moet ik daar springen doen? Oh, daar zit een minecart. Oh, maar ook... Oh, nee. Oh, dan moet ik helemaal springen. Dan moet ik dat halen. Huh? Maar hoe ga ik dat halen? Kan ik? Ik ga dit slopen. Ik ga het mezelf iets makkelijker maken. Zo. Hier. We gaan het mezelf even wat makkelijker maken. Jongens, hoppakee. En dan hier zit een minecart met een kist met een ender pearl. Natuurlijk. Hoppakee. Ik heb gewoon lekker die trapdoor daar geplaatst. Zo. Nee. Oh, nee, dit is mijn karma. Zo. Hoppakee. Dan moet ik blijf vooruit lopen als je je pearl gebruikt. Oké. Die moet daarin en dan vooruit blijven lopen. Ik denk dat hij dat bedoelt. Dus zo. Oh. Ja, ik heb hem. Ja. We hebben hem, jongens. En we hebben alleen nog... Even kijken. Hoe lang hebben we nog? 2 minuten voordat de tijd voorbij is. Oh jee. Dat als de tijd voorbij is voordat mijn lava resistance niet meer werkt. Fire resistance. Een doolhof in de lava. Dat heb ik nog niet meegemaakt eerder, jongens, dit. Een doolhof in de lava. Gewoon rechts aanhouden. Mijn tip met een doolhof is zoveel mogelijk rechts aanhouden. Maar ik zie hier nu al iets. Een pijltje. Oké, we gaan de goede kant op. Dit gaat helemaal goed, jongens. En hier... Oh, heb ik hem nou in één keer? Dat zou geweldig zijn, maar het is niet zo, helaas. Oh, jawel. Ja, we hebben hem in één keer. Het is ongelofelijk. We zijn in een nieuwe ruimte. Er is maar één uitdaging. F3 is niet toegestaan. Niks uit items frames halen. Hok non est bom... Wacht, dit staat verkeerd om. Nee, niet. Hè? Huh? Hok non est... Wat is dit? Dit is een code of zo. Althans, de letters moet ik wel zijn gehusteld waarschijnlijk. Er zit een S in het Engelse woord van deze kant. Hè? Huh? Er zit een S in het Engelse woord van deze kant. Waar hebben jullie? Ik snap het niet. Dit is een table flip. Z-A-S. Belangrijk. Ik neem ze allemaal mee. English. Wow, that's insane. You found this book. Oké, wacht even. English. Er zit een S in het Engelse woord van deze kant. Belangrijk. Dit is een boek. Z-A-S. Als je over deze blok heen loopt, verandert de Z-as niet. Klopt dat? Nee, dan verandert de Z-as inderdaad niet. Wat zijn er? Ik snap het niet. Dit is heel verwarrend allemaal. Oké, wacht even hoor. Table flip. Ja, dat is inderdaad de table flip. Ik denk dat ik daar niks aan heb. Groen-rood. Groen is niet rood. Nee, groen is inderdaad niet rood. Ik denk dat heel veel boekjes zijn om mij te verwarren. A. Z als A. En dan hebben we nog 30 pagina's. A, B, C. En dan gok ik op pagina 30 D. Oh, nee. Oh, dat rijmde. A, B, C. Nee, ik had gehoopt dat het beter zou zijn. Belangrijk. Ja, dit is een boek. Die is niet zo belangrijk. Als je over deze blok zijn loopt, verandert de Z als niet. Nee, dat snap ik. Oh, F3 is niet toegestaan. Oh, sorry. Ik klikte net op F3. Er zit een S in het Engelse woord van this side. The side. Deze kant. Van deze kant. Side. Wacht. En deze kant. Dit is dan... Oh, ik moet de X-A-S... Ah, ik snap hem, denk ik. Soort van. De Z-as. Wacht. Oké, dit is de Z-as dus. De Z-as is op deze kant. Dat betekent dat de X op deze kant is. Hé, hier zit trouwens iets. Wat zit hier? Dus dan is dit het zuiden. South. Als in, er zit een S. Dit is zuid. Dan is dat noord. Noord, oost, zuid, west. Ik weet niet of ik daar wat aan heb, maar dat is wat hier gaande is. Dat is het zuiden, dit is het noorden. Maar wat moet ik er dan mee? Wat moet ik daarmee? En er is maar één uitgang. Ja, heb ik dan wat aan die raadsels hier? Wat moet ik doen? Een boekje in de goede kleur gooien? Wat moet ik hieruit
Wat betekent dit? Hoc non est bonum. En dan hebben we hier nog dat obsidian gat. En daar zit een papiertje. Verhaal Latinus. Vertaal. Is het Latijns of zo? Verhaal Latinus. Ik snap niet wat verhaal. Verhaal Latinus. Moet ik dit dan vertalen? Is dit Latijns of zo? Het betekent... Ik snap niet wat ik bedoel met verhaal. Is het vertaal? Ik ga het gewoon vertalen. Ik denk dat ik echt iets heel doms aan doen ben nu, maar... Oké. Okay. Hoc non est bonum. Hoc non est bonum. Je bent hier niet goed in. Het betekent dat in het Latijns. Oh, oké. Okay. Dus het is wel Latijns. Je bent hier niet goed in. Wat betekent dit? Deorsum rectum. Nou, rectum, dat is, weet ik al wat het betekent. Dus ik hoop dat het iets normaals is. Recht naar beneden betekent dit. Recht naar beneden. Betekent dat het hier erin recht naar beneden moet? Utilis notitia. Oké. Okay. Bruikbare informatie is dit. Oké. Okay. En dan zal dit wel gewoon zijn... Vertaal in het Latijns of zo. Verhaal Latinus. Oh, echt Latijn betekent dat. Echt Latijn. Oké. Okay. Maar hier staat recht naar beneden. Betekent dat ik hier dan er gewoon in moet naar beneden? Ik weet het niet. Recht naar beneden. Recht naar beneden. Ik ga het gewoon proberen, jongens. Ik ga gewoon proberen hier erin en dan naar beneden. Dat is het niet. Dat is het niet. Wat houdt recht naar beneden dan in? Dat is het zuiden. En het zuiden is naar beneden. Als in noord... Oh, wacht. Misschien dat ik nu gewoon in één rechte lijn daar doorheen moet bonsjoeren. Zou dat het zijn? Oh, oh. Dat was hier wel iets. Ik kon hier naar beneden... Wacht, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Voor mijn gevoel was hier wel iets, jongens. Maar ook weer, nee, er is niks. Hier is niks. Recht naar beneden. Wat is beneden dan? Wat is... Oh, hier zit nog. Zoek noord. Beneden is rechts. Oh! Jeetje. Jeetje, mineetje. Dit is noord. Dit is noord, want dit is zuid. Dat is duidelijk. Ja, of west. Als dit west is, noordoost, zuidwest. En dan is dit rechts. Dan zal het hier wel zijn. Recht door het midden naar beneden. Hierheen. Zo. Nee, niet. Ofwel. Kijk, want het staat hier... Zoek noord, beneden is rechts. En dit is de z-as, duidelijk, via de boekjes. Als je over deze blokzijn loopt, verandert de z-as niet. Wacht, ik snap hem, jongens. Als dit west is dit noord, dan moet ik naar rechts, is beneden. Dus dan is dit beneden. Ik heb alles geprobeerd, behalve de goede. Dan gok ik precies door het midden hier en dan er doorheen. Is dit het? Ja, ik ging... Nee, dit is het ook niet. Hé, hoe is dit het niet? Rechts, beneden is rechts. Dit is noord. Oh, misschien rechts als in aan de rechterkant van noord. Dat het is. Ik snap er echt geen reet van. Links dan maar. Links. Oh, ja, er is hier iets. Oh, er is hier iets. Dit was het. Dit is het. Link, het is verkeerd om. Alles is verkeerd om in deze ruimte. Ik ben gewoon goed geprankt. Oh, het is gelukt. Alleen ik red het niet. Hoe kan ik hier zo snel mogelijk doorheen? Hallo. Ik kan dat niet redden. Dat is niet te redden. Oh, oh, ik heb potion gekregen. Congratulations, het is gelukt. Oh, oh nee, wat zeg ik nou? Congratulations, dat... Congratulations. Oh, wat was dit een verwarrende... Luc, waar ben je? Wat heb jij een verwarrende... Ik ga je boekjes gek weggooien hier. Stik je boekje. Wat was dit verwarrend, hè, die laatste ruimte? Ja. Oh, mijn god. Maar het was wel leuk. Alleen, ik moest... Ik voelde me echt heel dom op een gegeven moment. Maar alles was uiteindelijk omgedraaid, waardoor rechts links was. En ik snapte het even niet meer. Het spijt me. Ja, nee, joh. Maar het was wel leuk. Ik vond het wel leuk. Ondanks dat ik een beetje moeite had ermee. Maar goed, jongens. Laten we nu dan doorgaan naar de volgende lava bunker. Goed, we zijn hier in de allerlaatste lavabunker van deze video. Ricio, daar ben je. Je staat er, ja. In de lavabunker. Wat geweldig. Wat gaan we doen? Nou, ik heb echt geen idee eigenlijk. Je moet een beetje ontsnappen, dat is het een beetje het punt. Want, ik niet helemaal een beetje ontsnappen. Nee, niet helemaal. Nee, gewoon een klein beetje. Oké. Okay. Want de nether die... hoe wil ik dat noemen? Ik moet gewoon ontsnappen. Je moet gewoon ontsnappen. Uit de nether. Ja. Uit de nether, oké. Okay, uit de lava bunker. Ja. Uit de nether, lava bunker, weet ik voor je het bedoel, komt helemaal goed. Ik ga hier ontsnappen. Dit ga ik doen. Ja, let op, hè. Het ging al gelijk fout. Wacht, sorry. Oké, dit komt goed. Ik ga hier wel gewoon heen. Ik ga ontsnappen. Dit was geen goed voorbeeld, dit. Zo, oké, en dan? Ik hierheen, maar hier is hier niks. Oké, ik denk dat ik een item nodig heb die ik hier ga vinden. Nee, daar kan ik ook nog niet heen. Oké, jongens, voordat ik weg kan, moet ik dus een item vinden... Om dat te regelen daar. Ik gok dat ik dat in de lava kan vinden. Door goed te kijken of ik hier kistjes onder kan vinden. Zo, even kijken hoor. Het zou vast wel ergens een kistje zijn. Dus hier kom ik natuurlijk nog niet uit. Nee, ik heb overal geklikt voor mijn gevoel. Maar ik heb geen kistje gevonden. Of geen barrel of iets. Iets waardoor ik misschien dacht dat ik hier wel uit zou kunnen komen. Maar wat is dit? Dit is gewoon simpel dit. Hier is ook niet iets waar ik bij kan. Verwarrend! Heel verwarrend. Hoe zit... Oh, een sign? Wacht, waar zit die sign? Er zit hier ergens... Er was hier een sign. Huh?
Hoe kan het nou? Ja, hier, kijk jongens. Hier moet ik naar binnen. Waar is dit? Dat zit daar een beetje. Dat zit hier ergens. Hier. In dit hoekje misschien? Nee. Ergens hier zit een geheime doorgang. En die moet ik gewoon vinden. Die moet ik gewoon vinden. Meer is het niet. Volgens mij is het in dat hoekje daar. Hier. Het moet hier ergens zijn. Of in een hoekje hier of zo. Hier. Of het zit hier aan het begin al. Oh, hier. Kijk. Hier. Ik heb hem. Oh, oké. We hebben hem, jongens. Een ladder, een potion of fire resistance en een milk bucket. Oké, neem eerst de potion. Dan kunnen we weer omhoog. Oh, oké. Ik ben blij dat ik hem heb gevonden. Het was hier uiteindelijk. Een beetje in het midden. Melk, die neem ik straks pas. En een ladder. Laten we die ladder dan daar gewoon plaatsen. Want dan kom ik erop. Ik denk dat dat de bedoeling is. Oh, jeetje. Oké, eerste moeilijkheid is gehaald. Eerste obstakel. Dan zijn we hier nu. Ik denk dat ik die milk bucket nog heel even bewaar. Gaan we gewoon parcouren. Zo. Oké, een pickaxe gebruik. Nou, trouwens, ik ga de milk bucket gewoon nemen. Ik ga hem gewoon nemen. Zo. Gebruik hem één keer. Een netherrack kan ik ermee breken. Oh, dat is denk ik in die ruimte. Hier terug. Gok ik hier. Ik gok dat dit het is. Ik ga hem gewoon één keer gebruiken. Komt hij één, twee. Hoppakee. Dan kunnen we hier nu naar beneden. Dan hier hebben we een end. Ik heb geen idee wat er gebeurt, jongen. Ik ben maar gewoon aan het lopen. Ik volg gewoon mijn gevoel. Hier naar beneden. Ik denk dat we goed... Oh, we zijn in de end. Nee! Nee, wat een kist hier. En waarschijnlijk zit er in één kist het goede item. Dat meen je. In één van deze... Hier is een trapchest. En een kist eronder. Wat doet dit? Dat deed iets. Het heeft het schoon. Oh, ben ik blij dat ik dat snel door heb. Wat ben ik blij. Echt, dankjewel. Na gewoon mijn brein die daarheen liep. Dat ik hier door heb dat hier een trapchest zit. Wat ben ik daar blij mee. Anders had ik uren lopen zoeken in elke kist. Oké, laten we gelijk door naar beneden gaan. Ik ben dood. Geweldig. Top. Top map dit. Geweldig. Oké, maakt niet uit jongens. Dat kunnen we gewoon opnieuw doen. Dit kunnen we gewoon opnieuw doen. Als we gewoon zorgen dat we even een beetje weer healen tegen die tijd dat we er zijn. Zo. Bonk. Dan snel weer hier naar beneden. En nu gaan we niet dood, denk ik. Komt-ie? Ja! Twee hartjes over. Oké, waar zijn we nu? We zijn weer terug een beetje in de lava-wereld. Ik denk dat ik nu moet gaan parcouren over deze dingen hier. En dat... Oh, dat is, ik wou zeggen, dat is redelijk simpel, maar blijkbaar niet. Hierheen. Dan om de lava heen. Dan hierheen. Zo. Zo, dan krijg ik van die irritante sprongetjes. Die zijn zo irritant dat je tegen het plafond aanstoot met je hoofd. Die sprongetjes, jongens, zijn echt waar. Zijn de meest irritante Minecraft-sprongen die er zijn. Deze. Oh, en dan deze. Nee, ik haat die sprongen echt heel erg. En ik moet het zoveel maken. Ik ga het gewoon nu in één keer doen zonder te stoppen. Zonder te stoppen, jongens. Dit is gewoon hoe je zo'n Minecraft-bunker haalt. Oh, ik had hem gewoon bijna. Gaan we weer. Boom. Oké. Nee, laat maar. Waarom doen ze dit mij aan? Ah, dit had gewoon niet gehoeven, weet je. Dit parcours. Nergens voor nodig. Oh, die lava die zorgde ervoor dat ik het niet haalde. Oké, jongens, we gaan nu met beleid doen. We doen het gewoon met beleid. Ik haat beleid. Kom op, jongens. Kom op, hé. Hey. Riccio, vreselijk die sprongen. Ik weet dat je mee zit te kijken. Kom op, hé. Hey. Kom op. Dit is hem, jongens. Dit is hem niet. Riccio, waar ben je? Oh, vreselijk dit. Echt waar. Maar we geven niet op, jongens. We geven niet op. Op. Oh, ik ben gewoon nog niet verder gekomen dan dat. Hoe haal ik dit niet? Hoe haal ik hem niet? Hoe kan dat? Er zit iets onzichtbaars. Gewoon om heel vervelend. Ik ga gewoon excuses bedenken. Zo erg vind ik het. Dit hoort toch makkelijk te zijn? Dit zou je zeggen van wel. Kom op, jongens. Kom op. Oh, ik ben nog nooit zo ver gekomen. Ja! Oh, wat ben ik hier blij mee. Weg hier. Weg uit deze poepruimte. Ik zie Riccio's naam. Betekent dit dat ik... Heb ik hem gehaald? Nou, klein beetje. Nou, ik had hem ook zelf gedaan. En ik bedacht eigenlijk van, ja, het is eigenlijk onmogelijk om vanuit de Nether te ontsnappen. Ja. Dus ik overleef hier nu al 5 dagen. Dat duurde zo lang. 5 dagen? Het is niet normaal. Ik zat ja, een beetje te wachten tot jij... Dat parcours van jou. Dat parcours, dat is zo'n simpel sprongetje, zou je zeggen. Dus we leven nu gewoon in een gecombineerde strand-netherwereld. Ja, daar komt het wel op neer. Wauw. Nou, ik vind het leuk. Ik ga zitten hier zo. Hoppakee. Nou, ik heb genoten van je lava-bunker. Behalve van je parcours. Ik denk dat je hier op laatste gaat worden. Maar dat zien we zo op bij de prijsuitreiking. En over de prijsuitreiking gesproken, jongens. Laten we naar de prijsuitreiking gaan. Goed, welkom allemaal bij de prijsuitreiking. We hebben hier de hele leuke map gezien. Hele leuke lava bunkers gezien. En jullie kennen de regels. Als mensen niet bij de prijsuitreiking kunnen zijn, dat doen we altijd. Dan eindigen ze laatste. En we hebben hier een nep Joris en een nep David staan. Want die konden helaas niet bij de prijsuitreiking zijn.
Dus wie van jullie vindt... Welke moet op de laatste eindigen? Want ze zijn er niet. Wie moet laatste zijn? De voet. David. Die gooit hem zo voor de bus. Oké, David die allerlaatste dan. Heeft niks met de map te maken. Maar het betekent gewoon altijd als je niet bij de prijsstrijker kan zijn. Dus altijd in deze video's dan eindig je gewoon laatste. Oké, kijk, dan hebben we dat leuk gedaan. Wie van jullie vindt dat hij of zij op de zeg maar echt de laatste plek komt? Als het ware. Niemand? Richio? Bied jij aan? Huh? ik hoorde volgens mij iets vanuit jouw kant. Ik heb helemaal niks gezegd volgens mij. Nee, volgens mij hoorde ik vanuit jou. Ik dacht echt dat Vast wat zei. Nee, volgens mij zei jij Oké. Jongens, nogmaals, de dingen hebben helemaal niks. Zeg maar. Ik vind de prijsstrijk vind ik altijd zo moeilijk dat ik het altijd gewoon passeer op niks. Dus Anne, omdat je geen broek aan hebt, dat vind ik een beetje ongepast voor deze video. Vind ik dat jij op de gold moet staan. Zeg er ook niks bij. Nou, ik vond oprecht die van Vaspo en René echt heel lijp. Dus Luc, sorry. Jij gaat op Diamond. Maar ik twijfel tussen jullie. Ja, René was wel heel zielig hoe je wegliep. Ik vind het moeilijk. Ik denk puur omdat hij van jou echt best wel uitdagende dingen had. Uitdagende meteorieten en een zandgod en... hoe heet het? Zand? Zandgodsap. Zand... Nee, het heet toch geen zandgodsap? Jawel. Nee, zand... het heet anders. Jawel, heet het toch zandgodsap? Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, dan doen we René op plek 2. En Vaspo, je hebt gewonnen. Je hebt gewonnen, je bent gewoon eerste. Is dit je eerste keer dat je ooit eerste bent? Ja. Geweldig, hè? Ja. Wat vind je ik ervan? Ik voel me echt rijkelijk. Ik voel me echt... Rijkelijk? Ja. Je bent rijkelijk beloond. Ja, goud, hè, in principe. Ja, je krijgt wel die Ferrari via de mail. Nou jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet ook niet te abonneren. Vond je het nou zo leuk? Kijk dan lekker deze video. Dit is namelijk hetzelfde concept, maar dan een heel ander thema. Dus als je hem nog niet gezien hebt, moet je hem zeker even kijken. En nu spreek ik later, glaasje water. Tot de volgende keer. Bye.